Hoe zou het nog zijn met het CETA-akkoord, het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada? Sinds september vorig jaar van toepassing, al moet ik zeggen voorlopig van toepassing, voor zowat 3/4 van het verdrag. Want de nationale en of regionale parlementen binnen de Unie moeten het nog ratificeren. En de vorige keer verliep de goedkeuring moeizaam. Denk aan het verzet van de toenmalige Waalse regering onder leiding van Paul Magnet. Ook vandaag is de tegenstand nog fel. Ook aan Vlaamse kant. Dag dames en heren, ik praat met Rick Daams van Open VLD, Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid. Aan de andere kant van de tafel Gullert Turan van de SPA, ondervoorzitter van diezelfde commissie en ook Luc Hollands, landbouwer uitvoeren, die een poos geleden in die commissie is gehoord nadat 15.000 burgers hun handtekening hadden gezet onder de vraag om dat te mogen doen. Allemaal welkom. Ja, een dossier ligt dus op tafel van die commissie Buitenlands Beleid, die er zo pas nog een hoorzitting over hield, voor een goed begrip. Een andere dan de hoorzitting waar Luc Hollands aan het woord kwam. Maar voor we daarop doorgaan, ik dames, nog eens kort samenvatten. Wat is nu weer die bedoeling van CETA? En voluit het Comprehensive Economic and Trade Agreement. Wel, het is een akkoord tussen de Europese Unie en Canada, waarbij dat handel bevoordeeld wordt in die zin dat je nu een aantal, of in het verleden een aantal remmen had, douanetarieven, douaneformaliteiten, het feit dat bepaalde bedrijven aan bepaalde openbare aanbestedingen niet mochten meedoen, het in overeenstemming brengen van regelgevingen. Eigenlijk komt het erop neer, hoe kunnen we zo gemakkelijk mogelijk samen handel drijven tussen Canada en Europa? Ja, nu, het is in september vorig jaar in werking getreden, zonder technisch te willen worden, nog niet voluit eigenlijk, hè, voor drie kwart. Het is ondertekend, maar het is nog wachten op de ratificatie van de parlementen. Hè. Maar goed, wat is de balans na bijna 9 maanden? Het is natuurlijk heel moeilijk om na 9 maanden een balans op te maken, maar wat we wel hebben gezien is dat, en dat zijn dan cijfers, zal je zeggen, de handel tussen Vlaanderen en Canada is ongeveer 2 miljard euro. Dat is niet immens, maar dat is toch wel een heel pak. En op de laatste 4 maanden van vorig jaar hebben we al gezien dat het toch een kleine 30% stijging van uitvoer is naar Canada. En dat gaat dan niet over grote bedrijven, dat gaat dan vooral over kleinere bedrijven. Je zou dus op het eerste zicht kunnen zeggen, het feit dat CETA bestaat, dus dat het handelsakkoord bestaat, ook het feit dat onze vorst daar geweest is, een aantal akkoorden heeft gemaakt, heeft toch een positieve invloed op die handel, want 30% is heel veel. 30% van 2 miljard, dat is 600 miljoen. Dat gaat dus over heel veel geld en voornamelijk over heel veel banen. Ja, Gullert Turan, u heeft zich destijds fel verzet tegen CETA nu. Er is 30% bijgekomen. U heeft daar trouwens een resolutie voor ingediend die niet gehaald heeft. Ja, nu 30% erbij, is dat geen balans die u doet twijfelen? Misschien was mijn verzet onterecht? Ik weet niet waar dat collega Rick Daams zijn cijfers vandaan haalt. Maar de handel tussen Canada en Europa of Vlaanderen, wat ons betreft, is amper. Canada is voor onze export amper goed voor 0,8% van ons export is naar Canada. Dus als daar inderdaad een 30% vermeerdering van die 0,8% is, dan wil ik het nog in het midden laten. Elke verbetering is goed. Maar we hebben de prof vorige week tijdens de hoorzitting gehoord. Professor Van Hoven zei van ja, dat is inderdaad een heel klein aspect. Wij zijn ook niet tegen handel. Hè. Ik ben ook niet tegen het stimuleren van die vrijhandel en het sluiten van die akkoorden. Maar het gaat om de structuren. Ja, maar u zei ook, elke verbetering is goed. Het is een verbetering. Hoe klein ze ook misschien is. En de prof heeft dat zelf verklaard. Ja, we zijn zo hard over Canada bezig, omwille van dat akkoord, dat dat wel normaal is dat de mensen daaraan denken. Als wij morgen over een land, ander land, X, Y of Z beginnen, gaat dat ook zijn. En ik vind dat wel goed. En ook een christelijke missie is naar Canada geweest. Dat zijn allemaal dingen die een effect hebben op dat handelsresultaat. En dat is positief. Ja, en ik ben daar heel gelukkig mee. Het was tijdens de missie dat die cijfers zijn bekendgemaakt, hè, door het kabinet van Geert Bourgeois. Ja, oké. Okay. Maar de afgelopen maanden heb ik heel hard ook mijn best vanuit de oppositie gedaan om Canada en dit Canadees akkoord op beeld te brengen en om te kijken van, er zijn uiteraard positieve effecten. En ik denk inderdaad, het effect kunnen we pas maar meten na verloop van een bepaalde periode. Het is nog amper in werking. Maar we moeten vooral kijken op wat voor een evenwicht dat we aan het verstoren zijn met dat ietsje meer handel. En daar gaat het over. Welke evenwicht zouden we verstoren dan? Ja, dat zijn eigenlijk onze fundamentele bezwaren tegenover de nieuwe vormen van handelsakkoorden die we vandaag sluiten. Dat die eigenlijk alleen de agenda dienen van enkele grote en van multinationals.
Ik hoor Rick Daams toch wel zeggen, het zijn vooral de kleine bedrijven die geprofiteerd hebben. Ja, dat is wat meneer Rick Daams zegt, maar hij moet mij die cijfers voorleggen. Dat kunnen straks ook vragen aan het is aan vooral de, het is vooral de petrochemie die daarvan profiteert, de kleine bedrijven. Als we kijken naar Vlaanderen, die exporteren amper. En als ze dan exporteren, is dat naar de dichtstbijzijnde buurlanden. En als daar mensen bij zijn die naar Canada exporteren, dat is fantastisch. We moeten dat stimuleren. Ja. Ik ben daar niet tegen. Luc Hollands, u staat niet aan de leiding van zo'n petrochemisch bedrijf. U heeft een landbouwbedrijf. Hè? Ja. U bent melkveehouder. U kan dus goedkoper exporteren naar Canada. Gaat u dat ook doen? Ik zelf zeker niet. Wij hebben gekozen... U zou het kunnen, hè? Wij zouden kunnen, maar wij bioboeren uit een zekere coöperatief, biomilk.be, hebben beslist om het voor België te doen. Wij willen daar echt niet mee aan doen. Want wij zien onze buren die sneuvelen ene na de andere. En dat is al bezig vanaf dat ze de melkquotum hebben afgeschaft. En de melkquotum, dat was al een beslissing die was genomen voor die verdragen, zoals CETA, mogen te tekenen. En nu gaan we de doodstek geven aan de boeren in Canada. Dat was een expert van Canada die is gekomen, een boer, en die hebben ze niet willen luisteren. Die had goed kunnen vertellen wat daar aan de hand is. Je moet weten, die hebben een melkprijs van 50 cent. Hoor ik u zeggen, ik ben bezorgd om mijn collega's in Canada? Ja, mijn collega's in Canada melkboer, want we praten over melk. En mijn collega's in België vleesboer, want die krijgen nu al de slagen mee, want die vleesprijs is nu al aan de kelder in aan het gaan. En dan praat ik niet van Mercosur die aankomt, dat is ook zo'n verdrag met Zuid-Amerika, en dat wordt de doodsteek. Ja, nu, Rick Daams, er vallen slachtoffers, is niet bij ons, het is bij hen, of omgekeerd? Je hebt natuurlijk zo'n soort principiële houding die ik apprecieer, maar waar ik het niet mee eens ben, die samen te vatten is, we zijn tegen globalisering. De vraag is natuurlijk, kan je dat überhaupt tegenhouden en is het goed om het tegen te houden? Twee, is het ook een soort principiële houding tegen de multinationals, waar ik het overigens voor een stuk mee eens ben. Ik ben geen verdediger van multinationals. In dit geval is het wel duidelijk zo dat dit vooral de kleinere en de middelgrote bedrijven, in dit geval in Vlaanderen, dient. We kunnen daar voorbeelden van geven in de meditech, de biotech, de communicatiebedrijven, de dienstensector, die komt allemaal open. En dat is die stijging die je vandaag wel ziet. Waarom? Omdat die multinationals, die waren daar gisteren ook al, die grote petrochemische bedrijven, die gaan daarom niet veel meer doen, want die waren er al. Wat is de definitie van een multinational? Dat is dat die in meer landen actief zijn, dus die hebben zich sowieso al aangepast. Dus dit soort van akkoorden, waar dat je het makkelijker maakt, dient vooral de kleinere bedrijven die niet het geld en niet de mensen hebben om zich overal aan te passen. Om dan te komen op specifiek de landbouwsector, die ik een stukje ken als wijnbouwer. Ja, dat is juist. Daar kunnen zich problemen voordoen. Maar we moeten ook de mensen in een bang aanjagen. En ik ga het eens hebben over hormonenvrij vlees. Ik heb daarna gekeken omdat u dat in de commissie had aangehaald. Maar weet u dat in het akkoord, daar spreekt men niet over hormonenvrij vlees. Men spreekt over vlees met hormonen gemaakt. En weet u wat het effect nu is? En ik heb het speciaal voor vandaag nog eens laten nagaan. Dat waarschijnlijk in Canada... dat het gevolg gaat zijn dat men in Canada meer hormonenvrij gaat vlees maken dan vandaag. Dus onze regelgeving, die strenger is, die gaat een positief effect hebben, dat is aan de andere kant van de medaille, voor de mensen in Canada. Die gaan dus meer hormonenvrij vlees gaan kunnen eten. Dat zijn een paar effecten die je toch niet mag laten liggen, los van de orde van grootte. Je kan zeggen, het is heel weinig, maar 500-600 miljoen euro meer exporteren, dat gaat over duizenden banen. Ja, maar, ik hoor toch een beetje nuance. Nee, maar kijk, dit is niet alleen een akkoord om handel te drijven. Het probleem met dit soort akkoorden is dat het over veel gaat. Dat gaat over standaardisering van productnormen. Dat gaat over minimale vereisten voor voedselveiligheid. Dat gaat over hoe gaan wij onze milieu en maatschappij in de toekomst vormgeven. Er zijn eigenlijk drie structurele problemen die wij hebben nog altijd met CETA. En ik denk dat dat los van de discussie van de boeren en inhoudelijk van hoe dat die elkaar kunnen wegconcurreren. Eén, we hebben daar het ICS-systeem ingelast. Dat wil zeggen, er komt een... Die speciale rechtbank, daar wil ik het straks apart over hebben, omdat het bijzonder technisch is natuurlijk. Oké, maar het is gewoon specifieke rechtbanken, specifieke arbitrage, waarbij gemiddelde kostprijs van dergelijke rechtszaak 6 miljoen euro is. Ja. Is dat voor onze kleine ondernemer? Twee, ook het democratisch deficit. Omwille van die standaardisering is er regelgevende samenwerking gekomen. We moeten daar echt verder gaan dan die aantal exporterende bedrijven en aantal extra jobs. Dat wil zeggen,
Als wij vandaag nieuwe wetgeving willen maken in Vlaanderen, in België, dan moet dat eerst via die regelgevende samenwerking passeren, via een commissie, vooraleer wij in het parlement daarover kunnen stemmen. Want als wij, is net geen goede zaak dat dezelfde regels gehanteerd worden, zowel in Canada als bij ons? Moeten we dat niet toejuichen? Dat doet de Europese Unie ook, hè? Ja, maar de standaardisering moet wel naar boven gaan, één. En ten tweede, de uiteindelijke controle en beslissingsbevoegdheid moet volledig vrij in onze parlementen liggen. Die hebben het laatste woord. Niet een of andere regelgevende samenwerkende commissie die hier of daar wordt opgericht. En het probleem is dat we daar vandaag de garanties niet voor hebben. Eén, onze regelgevende controle en onze regelgevende initiatieven verdwijnen. We hebben onze eigen milieuorganisatie niet meer in de hand, want als we het uiteindelijk toch doen, dan dreigen wij miljoenen euro aan schadevergoeding te moeten betalen aan eender welk internationaal bedrijf die zegt, mijn investering wordt hierdoor geraakt, dus ik wens een schadevergoeding. Nu, dat befaamde investment court system waar u naar verwijst, dat nieuw gerechtshof, dat... Maar we weten het nog niet. Maar in elk geval, België heeft wel gevraagd aan het Europees Hof van Justitie van... Is dit in overeenstemming met de Europese regels? Kennen we de uitslag ervan al trouwens? Nee, en dat is een van de grootste bezwaren. Stel dat het Europees Hof in Luxemburg zegt van dit kan voor ons. U bent jurist, legt u zich daar dan mee neer? En natuurlijk, als het Europees Hof zegt dit kan voor ons, dan kan ik niet anders dan vaststellen dat het Europees Hof zegt ICS mag voor ons. Maar in de Achmea-zaak, die zeer recent is gegeven, en ook de hoorzittingen die we hebben gehad vorige week, zijn er wel heel veel elementen die aangeven... Ik denk dat nu zich afvragen, de Achmea-zaak, daar kennen we niks van. Ik wil het details niet geven, maar het is een vergelijkbare zaak waarbij dat er een vraag is gesteld door de verzekeringssector. Mogen wij opleggen dat het via speciale rechtbanken mag gaan? En daar heeft Europees Hof gezegd, wat betreft Europa mag je niet naar speciale rechtbanken gaan. Je moet naar het bestaande rechtssysteem gaan. En dan zijn er nu heel veel mensen die terecht parallel trekken en zeggen, wat we in Europa niet gaan mogen, gaan wij ook niet mogen ten overstaan van Canada. Dus de kans dat daar in dat dossier eigenlijk een grote niet komt van het Europees Hof, is groot. Ja, maar nu wordt het wel bijzonder technisch, dat is wat u verwacht. En dan, dan komt die arbitrage er niet. En ik lees, Luc Hollands, in de online krant Landbouwleven, dat u zich ook afvraagt, is dat nieuwe rechtssysteem dan compatibel met het Europese recht? Ook voor u de vraag, stel dat het Europees Hof zegt van, ja, dit is compatibel. Kan dat dan voor u? Ik zal daar heel duidelijk in zijn. Als ze gaan beslissen dat het compatibel is, dat zal willen zeggen dat de lobby weer heel goed zijn werk heeft gedaan. Punt. En ik ga een antwoord geven aan meneer Daams over de hormones. Meneer Daams, je weet heel goed dat Europa de GGO's heeft toegelaten, terwijl de landen hier helemaal niet akkoord hadden. Ze hebben het gedaan, waarom? Opdat Canada naar hier vlees kan brengen die met GGO's gekweekt zijn. Om GGO's te mogen uitvoeren. De landen willen, België verbiedt de GGO's. Maar Europa heeft het toegelaten op dat die import. Dus Maar natuurlijk, ik ken de mening van VLD. Meneer De Croo heeft duidelijk gezegd in het Vlaams parlement dat toen de vraag werd gesteld, als er geen boeren meer straks zijn, heeft meneer De Croo gezegd, ja kijk, over 50 jaar waren klompenmakers in België, in ieder dorp. Zijn er ook niet meer. Het is een duidelijke oorlog tegenover de landbouw. Ja. U heeft het voor een goed begrip over Herman De Croo, Vlaams parlement. Herman De Croo, Vlaams, in de commissie die u voorzit. Goed, misschien een paar antwoorden of opmerkingen toch. Eén, de heisa of de sfeer die geschapen wordt van oei, nu gaan onze normen naar beneden, is totaal onjuist. Ik ga u zeggen waarom wel. Want als je natuurlijk het akkoord eens goed leest, dan ga je dat zien. In het akkoord staat heel duidelijk het voorzorgsprincipe ingeschreven. Wat betekent dat? Dat betekent dat je je eigen normering niet naar beneden kan laten gaan. Gaat niet, want dan moet je nog eens de andere procedure volgen, onder meer bij de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het is het omgekeerde. Bovendien, in het akkoord staat op basis van dat voorzorgsprincipe, voorzichtigheidsprincipe, dat moest het zelfs zo zijn, dat er een gevaar zou komen in het huidige akkoord voor onze regelgeving, dan mag je autonoom tegen het investeringsprincipe in toch nog strenger zijn dan vandaag. Dat staat in het akkoord. In twee, naar bestaande wetgeving, wat met toekomstige wetgeving? Ja, maar
Guller, de bestaande wetgeving is in België... Guller, de bestaande wetgeving is in Vlaanderen en in Europa op vele vlakken veel strenger dan in Canada. Dat weet ik. Ah, wel. Dus het kan niet naar beneden, het kan alleen maar naar boven. Dus als je dan de reglementering gaat stroomlijnen, dan kan het toch alleen maar in Canada naar boven. Wat met onze volgende toekomstige punt, nieuwe wetgeving, met nieuwe milieu-uitdagingen? Niet zoals in de commissie. Ja, maar goed, mevrouw... Twee, als ik nog die opmerking daarvan afmaak. Er bestonden quota, Luc, voor invoeren van vlees. Weet je voor hoeveel procent dat die ingevuld zijn geweest in het verleden? Voor 3%. Voor 3%. En waarom was dat, Luc? Want ik ken de sector eigenlijk nog zo slecht niet. Omdat ik de Côté wat ken, ook bij ons in de streek. 3%, waarom? Omdat maar 3% van het vlees voldeed aan die norm van niet met hormonen behandeld wat controleerbaar is. En wat is nu het verschil tussen nu en gisteren? Dat is dat je daar ter plaatse kunt gaan controleren of dat het behandeld is met hormonen. Want daar had jij terecht een opmerking. Het zou kunnen zijn dat je vlees krijgt, maar dat je de hormonen niet meer in ziet. Maar nu wordt het mogelijk om ter plaatse te controleren of het met hormonen behandeld is. Zie, dat is het groot verschil. België is toch niet capabel om hier een controle uit te voeren? Heb je gezien, als we hebben gezien in de slachthuizen hier in België, dan kan mij niet vertellen dat jullie gaan fatsoenlijk kunnen controleren het vlees wat hier uitgevoerd is. Stop, alsjeblieft. Hoe kunt u zo belast zijn met een boer die iedere dag opstaat en kapot werkt? Meneer Daams, u moet zo'n toterij niet vertellen aan mij. Ik ga even het debat terug naar mij trekken, voor het uit de hand loopt. Ja, het is een beetje excuus. Want ik vraag mij af... Het lijkt soms dat het of het ene of het andere is. En het andere, dat hebben we gezien met TTIP natuurlijk. We gingen ook een vrijhandelsakkoord met Amerika afsluiten. Mm-hmm. Trump heeft zelf de stekker eruit getrokken. Trekt zich op zijn eigen territorium terug. En we dreigen misschien wel in een handelsoorlog te verzeilen. En dan zijn we misschien verder af van huis. Denkt u dat dat het alternatief van CETA is? Nee, ik heb gevraagd. Ik ben begonnen met te zeggen, het lijkt soms of het het ene of het andere is. Maar dat is het scenario die eigenlijk de mensen die dit nu op ten koste alles willen doorduwen, het voorleggen. Hè. Je bent een nationalist, je bent een protectionist. Als je daar tegen bent, ik herhaal het nogmaals, wij moeten handelsakkoorden sluiten. Ik ben ook voorstander van handelsakkoorden, van vrijhandelsakkoorden. Maar we moeten zorgen dat bepaalde systemen die erin zitten, die maken dat het eigenlijk geen verbetering is voor iedereen. Hoor ik u nu zeggen, dit akkoord kan, maar we moeten het kunnen bijschaven. Natuurlijk, dat is wat ik zeg. En bovendien, dit akkoord is al bijgeschaafd. Hè. Eerst was het een complete arbitrage en dan is men naar een soort hof geëvolueerd. Dus die akkoorden kunnen zeker bijgeschaafd worden. Wij moeten die akkoorden afsluiten, maar wij moeten onze eigen standaarden, wij moeten onze eigen economie, ook de economie van de overkant, ook voor ogen houden en niet enkel lobby van enkele dienen. Ik wil even naar de praktijk, verwijt. De man die zelf een landbouwbedrijf heeft. Als het moet bijgeschaafd worden, concreet, waar moet dat voor u dan gebeuren? Kijk, we hebben een zwaar probleem met milieu. Ja. Er zijn de akkoorden van Parijs. Al die akkoorden zijn helemaal in tegenstrijd met het akkoord van Parijs. Waarom moeten wij transport doen met vlees en met melk, terwijl er in iedere kant van de wereld kan er vlees en melk geproduceerd worden? Leg mij dat uit. Al die uitstoten, natuurlijk, wat gebeurt er? Als jij morgen, heel gemakkelijk, hè, morgen gaat jij dezelfde taksen leggen op de diesel die de boten en die de vliegtuigen gebruiken, dan die opgelegd worden op de auto's. En dan zal het rap gedaan zijn. Maar dat wordt niet gedaan. Dus rond economie en geld. En nooit over de gezondheid van de mensen, gezondheid van het eten van de mensen, het milieu. Daar wordt nooit over gepraat. Daar is geen interesse voor. Ja. Toen de vorige Waalse regering onder leiding van Paul Magnet zich verzette, was dat onder meer omdat hij garanties wilde voor landbouw- en consumentenbelangen. Mm-hmm. Uiteindelijk heeft hij toch getekend. Voorwaardelijk. Maar dat heeft hij dan toch gedaan omdat hij die garanties heeft gekregen, of niet? Nee, ik ben helemaal niet content dat Magnet heeft meegetekend. Wij zijn de opstand, de mensen zijn de opstand. Wij zijn naar Brussel gegaan met duizenden mensen om te betogen. In Duitsland met miljoenen mensen hebben ze getekend. En de politiek heeft daarmee gespeeld. Maar ik ben helemaal niet akkoord dat Magnet getekend heeft. Hè. Ik moet niet denken dat Magnet heeft getekend, dus ben ik content. Helemaal niet. Rick Daams wil reageren. Ja, wel kijk, het is weer een soort principieel debat, Luc. Nee. Jawel, en ik ga u zeggen waarom.
Ik ga uw redenering nu volgen. Waarom moeten we dat transporteren? We kunnen het toch bij onszelf hebben. Je moet je maar eens inbeelden dat dus een stuk van Europa, dat er geen vlees wordt gemaakt, dat er geen melk wordt geproduceerd. En dan moeten die mensen geen vlees eten en geen melk drinken. Dat is wat jij zegt, Luc. Maar nee, dat is in de praktijk wat je zegt. In het klein, 2 milieunormen, maar verdraaid. In het akkoord zelf staat dat aan onze milieunormen, aan onze gezondheidsnormen, niet alleen niet wordt geraakt, dat ze alleen naar boven toe, dus strenger kunnen worden in samenwerking met Canada. En dus wat ik, jawel, en dat is het voorzichtigheidsprincipe dat ingeschreven staat in het akkoord. En waar ik een beetje moeite mee heb, en met alle respect voor jullie, dat is dat men daar probeert een soort van ideologisch politiek debat van te maken. De anti-globalisering, de grote multinationals. En nog, Gulder, en nogmaals. U bent aan het karikatureren. Laat elkaar even uitspreken. En nogmaals, u vroeg in het begin, wat is het effect op die korte tijd? Het effect op die korte tijd is dat de kleinere en de middelgrote bedrijven winnaar zijn in het verhaal. Waarom? Omdat de multinationals dit soort akkoorden sowieso niet nodig hebben. Zo simpel is dat. Ik weet echt niet naar welke cijfers dat meneer Daams constant aan het verwijzen. Ze zijn in de commissie gegeven. Ze zijn constant aan het verwijzen. Het gaat over 0,8% van onze export. En eigenlijk staat er veel meer in het gedrang. Het is gewoon, het is niet correct. De standaardisering naar de toekomst toe, het feit dat we daar garanties hebben dat dat naar gaat verbeteren. Professor Ferdy De Ville is dat komen uitleggen. Die garanties zijn er niet. Gaat niet economisch, naar beneden in elk geval. Economisch grote bloei. Professor Van Hoven is naar de commissie geweest. Die zijn er niet. Juridisch aspect van, ik denk, Climate Earth zijn geweest. Die juridisch aspect, maar dat is een toets die het Europees Hof gaat geven, dat doorstaat ook niet. Wij zijn nu eigenlijk over het akkoord op zich bezig. Maar inhoudelijk zijn er vorige week in de commissie vragen gesteld over bemesting, over asbest, over hormonen, over gezondheid, over samenstelling van medicatie. Weet u, meneer, dat we daar geen antwoord op hebben kunnen krijgen, omdat we maar 1 hoorzitting hebben gehouden met 6 mensen en dat we daarmee een van de allergrootste handelsakkoorden gaan sluiten die ons gaan was raken. Was het niet de tweede hoorzitting? Want er was het alleen geweest met Luc Hollands erbij. Nee. Ik ga het beter formuleren. Maar goed, heeft ze zelf allemeer afgedwongen met 15.000 handtekeningen. Voilà, dat is iets helemaal anders. Ja, dat zijn 2 verschillende. Okay. Dat is geen hoorzitting geweest naar aanleiding van meneer Hollands. Het is omdat meneer Hollands en de groepering die erachter zit, die 15.000 handtekeningen hebben kunnen krijgen, dat zij de politiek, want ik kon het vanuit de oppositie met het aantal stemmen die ik had die hoorzitting niet afdwingen, zijn ze erin geslaagd om met 2 mensen een hoorzitting te komen vragen. U was in gezelschap van Greenpeace. En hun verzoek is afgewezen. Er is geen hoorzitting georganiseerd naar aanleiding van hun verzoekschrift. Daarna is het instemmingsdecreet gekomen van CETA. Ja. En het is omwille van de druk van de publieke opinie dat toen is gezegd, wij gaan een hoorzitting. Een hoorzitting met maximum 6 namen, dat is geen echte hoorzitting. Ze is er geweest, maar u zei daarnet, ik ben niet tegen handelsakkoorden, we moeten ze kunnen aanpassen. Maar is er eigenlijk nog manoeuvreruimte vandaag in de huidige stand van zaken? Want als elk parlement in Europa zegt van ja, we willen nog een beetje herschrijven, dan zijn we weer vertrokken voor nog heel lang. Er moet maar 1 lidstaat of 1 deelstaatsparlement nee zeggen en het is Ctrl-Alt-Delete. Nee, mijn vraag was natuurlijk, kan u nog iets anders doen dan of goedkeuren? Of niet goedkeuren. Op dit ogenblik denk ik is de trein van goedkeuringen vertrokken. Een van de grootste kanshebbers, en dat is dan weer niet inhoudelijk, maar het juridisch aspect, als het Europees Hof zegt het is niet compatibel, dan kan België en heel veel andere landen niet ratificeren en dan verdwijnt het volledig. Dat was de voorwaarde van Magnet, hè? Ja, maar dan kunnen wel. Het is niet omdat het ICS niet kan, dat ICS eruit is, dat alle Europese landen al het gedane werk in de vuilbak gaan gooien. Maar dat geeft een kans om daar even terug opnieuw verder op te bouwen. Ja. Zonder die systemen die maken dat die handelsakkoorden onevenwichtig zijn en niet goed voor milieu en voor onze economie. Ja, maar dat punt heeft u al gemaakt, meneer Daams. Ik wil toch eens even terugkomen hoe zo'n akkoord tot stand komt. Het is geen akkoord tussen Vlaanderen en Canada. Het is een akkoord tussen Europa, de Europese Unie. Dat moet worden Unie geratificeerd wel, hè? Ja. Waarom is dat nu? Omdat de Europese Commissie... Omdat Juncker gezegd heeft, het is een gemengd akkoord. Terwijl het dat eigenlijk niet hoeft te zijn, maar dat is nog iets anders. Maar hoe minder democratisch, hoe meer... Daar wilde ik het over hebben, Gulder. Want we doen alsof dat er
democratisch niks mee is gebeurd. Dat is wel in het Europees Parlement gekomen, waar dat onze mensen rechtstreeks in verkozen zijn. Dat is daar wel goedgekeurd, dat heeft daar wel al zijn hoorzittingen gekregen. En met andere woorden, die democratische legitimiteit is daar wel. Maar ik wil nog één snelle andere opmerking maken. Als ik jullie volg, dan zou de Europese Unie niet mogen bestaan hebben. Dat is wat dat gezegd wordt. Nee. Guller, de Europese Unie. Nee, maar ik dat ik voor die akkoorden ben. Laat elkaar even maar spreken. Maar ik ben voor die akkoorden. Stop met de karikatuur van te maken. Maar als de... Maar enfin, wat jullie in fine zeggen, dat is... De Europese Unie had beter niet bestaan. Wel, de Europese Unie is een extreme vorm. Nee, dat is niet waar. Dit is echt, onaanvaardbaar. Ja, maar enfin, is echt onaanvaardbaar. Allee, sorry, hè. De Europese Unie is een ver doorgedreven handelsakkoord tussen de 28 lidstaten, morgen 27. Ja, dat is wat het is. En daar zijn we allemaal beter. Ik wil Holland het laatste woord geven, want toen u na die verzameling van 15.000 handtekeningen gehoord bent door het Vlaams parlement, zouden jullie... Ja, de vraag hebben overwogen om een soort van volksraadpleging te houden over CETA. Ja. Is dat zo? Dat is zo. Want wij zijn overtuigd, wij hebben 15.000 handtekeningen gekregen tegen CETA. Ik ben benieuwd of meneer Daams morgen 15.000 handtekeningen zou vinden voor CETA. Ben ik benieuwd. Ja. Want het probleem is, ja, ik zie heel veel mensen bij mij, ik zie 10.000 mensen komen bij mij langs. Ieder jaar. Is het om te slapen, is het voor boerengolf, noem maar op. Als ik stel aan iedereen de vraag, weet jij wat CETA is? Meneer, weet je, er is geen 5% die weet wat CETA is. Klopt. Wat CETA is. Ja. En dan praat ik nog niet over de mening. En dan vind ik het heel erg. Het ergste vind ik dat meneer Daams durft te zeggen dat het akkoord is voor kleine bedrijven. Terwijl hij weet heel duidelijk, de vraag is gekomen voor die verdragen. De vraag is enkel gekomen door de multinationals. Niemand anders heeft ervoor gevraagd. Als hij mij één klein bedrijf vindt die is gevraagd gaan stellen aan Europa, wil je alsjeblieft een verdrag tekenen met Canada, dat hij mij die vindt. Ik zal u tientallen bedrijven geven die die 200, 300, 400 miljoen meer export vandaag realiseren. Ja, oké, maar u draait op uw manier, meneer Daams. Voilà. Dat is geen probleem. Je moet dat doen, natuurlijk. Ik ben ervan overtuigd dat u mij nog een belangrijk punt gaat heel zeggen. Heel structureel. Maar ik heb nog 40 seconden. Het gaat over belachelijk worden als België. Als wij dit nu goedkeuren zonder dat Europees Hof een advies heeft gegeven, wij vragen maar daarover hebben we het gehad, hè, over dat advies. En we zijn aan het wachten op dat advies van het Europees Hof maar in Maar het parlement Luxemburg. Gaat niet wachten, spijt ik. Ik ga u bedanken in elk geval voor uw toelichting, Gullerteram van de SPA, Rick Daams van de VLD en Luc Hollands, landbouwer uit Voeren. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.